Ik maak het jaar gewoon helemaal vol. Op dezelfde wijze waarop ik de afgelopen jaren de hogeschool bestuurd heb. Maar over de opvolging ga ik niet over. Dat is aan de raad van toezicht mijn collega. Ja, nou heeft u er een hele tijd gezeten met hoogte- en dieptepunten. Wat was een hoogtepunt? Waarvan zegt u van daar kijk ik nou op terug? Dat was fantastisch. Uh, ik vind het fantastisch dat uh, in mijn periode van tien jaar we stap voor stap, steady on, op een degelijke manier gewerkt hebben aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dat vind ik een hoogtepunt. En ik vind het een hoogtepunt dat we de hogeschool veel meer door de bredere functies die we ontwikkeld hebben op het gebied van praktijkgericht onderzoek, relatie met de bedrijven, veel meer verankerd hebben in de regio. Goed, nou, als je dat toen aantrad en, en nu, wat is het grootste verschil? Het grootste verschil is dat toen ik aantrad, waren we een hogeschool met HBO-opleidingen. En nu zijn we een hogeschool met natuurlijk de HBO-opleidingen, de bacheloropleidingen, zoals het ongeveer vanaf dat moment is gaan heten, iets eerder. Maar ook met masteropleidingen, uh, met korte programma's. Uh, met dat onderzoek wat ik net al benoemd heb, het is ontzettend belangrijk geworden dat we op die manier samen met het bedrijfsleven, studenten, lectoren, werken aan een stuk innovatie. Dus ja, we zijn echt een kennisinstelling geworden. En is de grens bereikt, of kan het nog groter? Nog... Nog meer. Nou groter uh, uh, zal ik niet zeggen, uh, maar wel uh, breder als het gaat om de maatschappelijke functies uh, die we hebben. En dat verplaatst zich niet dat het voltijdsonderwijs onderwijs minder belangrijk wordt, in tegendeel dat blijft heel erg belangrijk. Maar dat zal ook verder verschuiven naar het leven lang leren, wat ik net noemde, de verkorte hbo opleidingen. Het versterken van het onderzoek is heel erg belangrijk, dus in die zin zal dat breder worden. Hoe is de relatie uh, tussen de, de UT en Saxion en tussen het bedrijfsleven en Saxion? Is dat onder uw leiding verbeterd of is dat hetzelfde gebleven? Nou, ik vind dat de relatie met de Universiteit Twente ontzettend goed is. Uh, dat was het al, maar dat hebben we verder versterkt. Het feit dat we. Met, in samenwerking met de UT een Applied Master Nanotechnologie hebben kunnen ontwikkelen. Maar ook de samenwerking als het gaat om de studenten die vanuit onze bacheloropleidingen doorstromen naar een UT-opleiding. Of UT-studenten die uitvallen in het eerste jaar en vervolgens instromen in onze opleidingen. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Uh, Kennispark moet ik absoluut niet vergeten. Uh, de valorisatiefunctie van het HBO is steeds belangrijker geworden. Het aantal ondernemers wat vanuit de hogeschool komt is spectaculair. En dat hebben we samen in Kennispark en met ons eigen Centrum voor Ondernemerschap vorm kunnen geven. Maar ook met het bedrijfsleven, het onderzoek wat ik net al noemde, de innovatie, de megatronica om maar een voorbeeld te noemen. Uh, het meer studenten opleiden in de techniek ten behoeve van het bedrijfsleven voor uh, deze regio. En ik wil ook absolute samenwerking met het ROC noemen als het gaat om die zo belangrijke doorstroom van de mbo's naar het hbo. Wat geeft u opvolger mee? Want, uh, waar moet hij op letten? Waar moet hij aan denken? Ik noem maar wat. Nou, ik zal vooral de opvolger mee willen geven om de huidige agenda die we hebben, de strategische agenda, waarin onze profilering rond techniek heel erg belangrijk uh, is, waarin die nog verdere verbetering van die kwaliteit, die staat altijd ter discussie om die agenda maar consistent vol te houden.